Gisteren werd elektronica-keten Scheer en Fopper door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. Het winkelende publiek in Nijmegen treurt meer om het feit dat er weer een winkel verdwijnt dan om Scheer en Fopper zelf. Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Ik kom er wel eens, maar ik ben niet zo gehecht aan Scheer en Fopper, eerlijk gezegd. Ik zou het niet gaan missen. Ja. Eerlijk gezegd, dat ik er zelf doe het natuurlijk ook wel een beetje aan mee dat je wel bij internet ook nog wel eens wat haalt. Maar het is wel jammer. De straatbeeld weggaat, ja zeker. Vind ik ook wel. Maar ben ik het wel mee eens, ja. Ja, ik ben er eerlijk gezegd zelf ook niet geweest, nooit geweest. Maar het zijn natuurlijk geen dingen wat je dagelijks nodig hebt. Ja, jammer. Ik bedoel, ik heb niks met die winkel hoor. Maar denk ik wel van dat is de zoveelste. Ja. Ik kom niet uit de stad. Maar wij komen uit een dorp. Maar daar is hetzelfde. Hè? We werken er allemaal toch wel een beetje aan mee. Dat je naar de grote winkels gaat. Hè? Grote parkeerplaats. Dat is toch... Maar jammer is het wel. Ja. Medewerkers van Scheer en Foppen hopen desondanks op een overname. Tot na de order blijft de winkel in Nijmegen gewoon open.